Dit is Dordrecht, de oudste stad van Holland. En het perfecte voorbeeld van een typische Nederlandse stad. Eigenlijk heeft het een hele mooie ligging. Best wel veel geschiedenis bij Dordrecht. Je kan een mooie wandeling maken door de havens. Iets wat eigenlijk ook wel uniek is voor Nederland. En daarnaast ook de Biesbos, denk ik. Ja, dat is gewoon prachtig. En dat is, dat wil ik dus allemaal niet missen. Aan alle kanten omringd door water. De stad Dordrecht ligt op het zogenaamde eiland van Dordrecht. Bomvol kleurrijke geschiedenis die teruggaat tot de 12e eeuw. Sinds het ontstaan van Dordrecht is er veel veranderd. Bovendien werd er toen gevochten. We zitten in de vesting Holland en dat was een Nederlandse verdedigingslinie. Een typisch Dordts mysterie over deze kerk is de vraag, hoe is die kogel erin gekomen? Ja, ik ben gewoon een Dordtse. In hart en nieren. Ik zou ook niet ergens anders willen wonen, buiten de stad. Vergis je niet, Dordrecht was dus tot 39 een eiland, hè? En dat is best bijzonder. Zo'n grote stad en dan op een eiland. Maar alles buiten, in feite, wat, zeg maar, de stadsmuren, was niet van Dordrecht. Het was van Dubbeldam. Naast de stad en haar wijken is hier ook prachtige natuur te vinden. In de vorm van de Dordtse Biesbos. Een gebied van zo'n 1000 hectare groot, rijk aan een adembenemende variëteit aan flora en fauna. Hier lijkt de natuur bijna net zo kalm en ontspannend als diegenen die een bezoek brengen aan dit unieke natuurgebied. Als je naar de Biesbos komt, ja, dan zie je natuurlijk een mooi ruig gebied. Het is niet zo altijd geweest, hè? Prachtige karakter en de rijke geschiedenis van de stad is echter altijd gebleken en zal altijd te zien zijn in Dordrecht door de jaren heen.